Zullen we gaan zwemmen? Oké, kom, daar gaan we. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is 7:45 en het is niet meer mistig, kijk. Wauwie, zo mooi. Oh. Dit is echt insane, I cannot. Wij zitten in de auto. Hallo. Hi. En Olivia zit achterin. En we gaan naar een hangbrug. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg bang voor hoogtes. En ik heb vanochtend al 4 keer overgegeven. Want ik ben nog steeds misselijk. Maar we gaan het toch even proberen. Ik wilde er toch even uit. Want ik vind het zo zonde, want het is zo mooi hier om dan de hele dag binnen te zitten. En Sander heeft bij de apotheek wat druppels gehaald. Dus ik hoop dat die gaan werken. Oké. We zijn net op de hangbrug geweest. Tenminste, Sander heeft een foto gemaakt en ik van hem. En we hielden zeg maar op zijn beurt Olivia vast. Zit er nou een waas op mijn camera? I don't know. En nu zijn we door een bos. Oh my god. Naar beneden aan het lopen. En die frisse lucht doet mij wel goed. Ik voel me iets beter. Het zou echt jammer zijn als ik nu heel hard val met de vlogcamera. Kijk, daar lopen Sander en Olivia. In het sneeuwbos. Echt mijn snowboots mee moeten nemen. Tenminste, die zit in het hotel, die heb ik bij me. Ik heb deze schoenen aan. Die ook echt heel fijn zijn voor de winter. Ik zal ze hieronder linken. Ze zijn van See by Chloe. En ik heb ze echt super veel aan elke keer als ze naar de kou gaan. Want ze zijn volgens mij waterdicht, want ik ga elke dag de sneeuw in. En ik heb nergens last van. Oké, let's go. Ik realiseer dat ik dus net daar overheen heb gelopen. En ik heb hoogtevrees. We made it down. Zo mooi hier. Ik wil echt in de natuur wonen. Het is zo mooi hier. En ik heb het niet eens koud. We zijn een hele hoge berg opgereden. Het is wel spannend, alleen het is niet meer heel erg glad, hè? Ja, nee, nou, ze maken hier natuurlijk zoveel mogelijk de pas schoon. Maar toen ik je vanochtend in mijn eentje reed, toen was het echt halverwege kwam er een Zwitserse vrouw naar me toe. Die zei, ja, heb je sneeuwketting? Ik zei, nee. Hij zei, nou, ik weet niet wat je hier dan doet, dan moet ik ook beter. Ja, maar beter maar even weggaan. Ja. Want dit was echt letterlijk, zeg maar zo, zo'n weg, maar dan helemaal wit. En deze auto heeft wel winterbanden, maar ja. Geen kettingen. Nee, ook geen. Kijk wat? Hier, hoe mooi is het. Oh ja, wauw, hoe die waterval. Kijk. Tof, hè? Kijk, Olivia, waterval. Vind je die mooi? Mooie natuur, Olivia. Ben jij in de waterval? Nee. Nee. Ik wil even een kleine bommering maken, dat vind ik leuk. Ja, is goed. We hebben net lekker een pizza gegeten. En Olivia is nu haar potloden aan het verplaatsen van dat ding naar dat ding. Wauw, dat doe je snel en in 1 keer goed. Olivia noemt potloden en enveloppen Sanne. Toch Olivia? Sanne heet dat toch, de potloden? Dit vindt zij echt, ik weet niet, voor meer mensen kijken met kinderen. Maar dit soort dingen vindt zij het allerleukste in de hele wereld om te doen. Kasten leegruimen en weer inruimen. Potjes leeghalen, dit soort dingen. Potlood erin en eruit. Het is de 3e keer dat alles er op en neer ingaat. Oh nee! We zijn terug in het hotel. We gaan naar het zwembad. En Olivia heeft lekker de ochtendjas aan voor de spa. Mooi hoor, lieverd. Je ziet er prachtig uit. Zullen we gaan zwemmen? Ja. Oké, kom. Daar gaan we. Nee. We zijn terug uit het zwembad. Heb ik uitgelopen mascara? Waarschijnlijk wel. Een beetje. Ja, we hebben lekker gezwommen en nu zijn we een beetje moe. Wat zullen we eens gaan doen zo? You have an idea? Sander is zijn tong verloren. Oké, nou ik heb een idee wat ik nu ga doen. Doe maar, 1, 2. 1, 2. Goed zo, meisje. Oké, ik zal net reacties kijken van de vorige vlog.
En heel veel mensen vragen wat op mijn telefoon zit. Dus let's do a what's on my iPhone. Even in de vlog. Want ik vind dat een beetje too much om daar een hele video over op te nemen. Oké, dit is uiteraard niet voorbereid. Want ik besluit dit nu spontaan te doen. Ik heb op de achtergrond deze foto van Sander en Olivia. En ik heb net een nieuwe telefoon. Ik heb de iPhone 7 Plus. Die had ik al eerder, maar hij was kapot. Dus ik heb een nieuwe gekregen. Even kijken. Ik heb mijn foto's, mijn camera, kaarten, klok, weer, stomme apps, saai apps. Nou, deze vinden jullie waarschijnlijk leuk om te zien. Dit is fotografie. Het mapje, wat ik eigenlijk het meest gebruik. Ik heb Facetune. Dus gebruik ik veel. Afterlife gebruik ik veel. Facetune 2 gebruik ik veel. Hier plan ik altijd mijn feed in. Een Snook, moet jullie hier ook afvragen. Ik kan nog een handige app. En Visto gebruik ik de laatste tijd wat minder. Snapchat gebruik ik bijna elke dag. Instagram, WeHardit gebruik ik heel veel. Echt, I love WeHardit. Ik zal hem even openen. Ik heb ook een account die heet Queen of Jetlag. Dus daar sla ik altijd allemaal favorieten. Foto's in op. Zoals jullie zien. Ik hou nu echt van kerstfoto's op het moment. En sneeuw. Dus dat. En Pinterest hetzelfde. Daar sla ik ook heel erg veel op. Olivia. Dan heb ik shopping. Daar staan mijn favoriete shops op. ASOS kijk ik bijna elke dag op. Heel veel mensen vragen trouwens ook hoe ik op ASOS shop. Wat ik gewoon eigenlijk om de dag doe is dit. Je opent de app. En dan ga je zo. En dan nieuw in. En view all. En dan doe ik een soort wat nieuw. En daar kijk ik gewoon elke dag. En dan als ik iets leuks zie, stel dat ik bijvoorbeeld... laten we even iets leuks zoeken. Stel dat ik deze op zou willen slaan, deze jurk, dan doe ik gewoon zo. En ik heb dus een account en dan één keer in de twee weken of zo koop ik wat. En dat is best wel vaak. Dat is trouwens ook leuk. Kijk, zo. En dan, dan kijk ik naar wat ik allemaal heb staan. Dus, dat de bijkort heb ik. Miss Violet heb ik, Zara, daar shop ik ook heel echt heel veel. Ik haat naar de Zara gaan in real life, dus ik bestel vaak en dan stuur ik die weer terug. Topshop koop ik laatst ook weer vaak, Urban Outfitters, Zalando, gebruik ik eigenlijk niet zo heel veel en H&M. Dan heb ik WhatsApp, natuurlijk. Google Agenda, daar doe ik echt alles mee. Waze, dat is echt de beste navigatie app, die gebruik ik wel heel veel. In business heb ik deze dingen staan. Mijn YouTube Studio, Uber Eats. Heel zakelijk, Dropbox, Twitter en Rewardstyle. En dan heb ik hier... Ik heb eigenlijk best weinig misschien op mijn telefoon. Dit zijn allemaal saaie apps. Headspace wil ik altijd gebruiken, maar doe ik niet. Park Mobile gebruik ik veel. En in Travel heb ik Uber, KLM, Taxi Amsterdam en Netflix. Netflix gebruik ik wel superveel. Dit is een app trouwens die ik in Parijs gebruik. Als je in Parijs bent en je wil goedkope taxi, dan is dit the way to go. Je hebt hier volgens mij ook een code, maar dat weet ik niet zeker. Waar je de eerste 10 euro gratis mee krijgt. Maar dit is echt insanely goedkoop. Dus dat is what's on my phone. Ik krijg hier echt gewoon geen genoeg van. Kijk nou. Zo mooi. Het zwembad en het winterdorp. Wij gaan eten en we zijn even in een rustige gedeelte gaan zitten, want anders scheelt Olivia de hele boel bij elkaar. En we gaan Olivia's lievelingsboekjes lezen, Dribbel. We gaan naar het strand, Dribbel. Kijk. Dribbel wil iets kopen. Wat wil hij dan kopen? Wil je hieronder kijken? Waar is papa? Waar is papa gebleven? Papa. Kijk. Goed zo. Daar is hij gebleven. Dit is leuk, hè, Dribbel? Papa, ik heb een vis gevangen. Kijk. Is geen visje, hè? Peppy overboord. Valt Dribbel in het water. Kijk, Dribbel, dat is niet jouw handdoek. Probeert hij van iemand anders de handdoek te pakken? Iemand boos, zie je dat? Ja, hè? Laat los. Nu heeft Dribbel een vriendje gevonden. Dat is wel heel leuk. Kom Dribbel, je mag morgen weer met je vriendje spelen. Leuk hè? Zullen we nu het kerstboek lezen van Dribbel? Deze doen? Ja. We zijn dus nu aan het tekenen.
En San en ik doen een wedstrijdje emoticons tekenen. Wie de meeste emoticons kan tekenen. Dit is de eye roll. En de hartjes. Dit zou een vlam moeten zijn, die is mislukt. En die twee heeft Sander gemaakt. En Olivia maakt van alles. Mooi, lieverd. Olivia vindt tekenen zo leuk. Dit moest een hard eyes zijn. Deze wordt echt lelijk. Die van Sander zijn echt mooier. Weet ik bij jou tekenen? Wat hè? Jouw emoticons zijn zoveel mooier. Laat even een comment achter wat je van Sander's tekenkunsten vindt. Nou ja. Of nee, laat maar een comment achter wat je van Olivia's tekenkunsten vindt. Zullen we een tekening van Olivia verloten? Nee, dat is echt het ziekste dat je me uitspelt. Mooi, lieverd. Wat een mooie kleurencombinatie heb je gemaakt. Waar is de buik van Bobby? Goed zo. Waar is jouw buik? Buik? Dat is jouw buik, hè? En waar zijn jouw wangetjes? Waar zijn je wangen? Kijk! En hoe rood zijn die? Ja, heel rood. Het is heel, maar het is heel warm, hè? Het is hier heel warm. Zal je broekje even omslaan? Kijk, ook. Kijk. Hey guys, ik ben vergeten de vlog af te sluiten gisteren, maar ik kreeg echt zo'n last van buikgriep wat ik al dagen dacht dat ik had. En nu was het echt, ik heb nog nooit in mijn leven zulke erge buikkrampen gehad, echt de hel. Dus ik ga vandaag niet vloggen en ik blijf vandaag in bed helaas, tijdens de vakantie. En ik denk dat Sander en Olly wat leuk samen gaan doen, wat ik heel jammer vind. Het is leuk voor hen, maar ik vind het jammer dat ik niet mee kan. Maar hopelijk is alles er morgen uit en ben ik morgen beter. Dus morgen komt er geen vlog, maar dinsdag wel weer. Dank voor het kijken.